En weer een waterwisseltje gedaan. We werken dat aan Nonno. Die gaat dan telkens toch wel gekke toeren uithalen. Dus ondersteboven hangen. We hebben ook, omwille dat er terug wat warmte aankomt, er een diffuser erbij gehangen. Dat er wat extra lucht de bak in wordt geblazen. Voor de rest gaat het lekker met ze. Spotty, Whitey, ja, Nono, dat had ik al gezegd. Dipstick en Trico. En wat is dat? Een lege plek. Yep. Even. Een noodfilter. Want we hadden de grote vijverfilter een beurt gegeven. Heel vaak loopt het dan mis. In die zin dat er dan wel eens opgemerkt wordt dat er slijt is bij een van de rubbers. En dat was nu niet anders, dus de rubber is versleten. Ik ben naar de winkel gegaan om een nieuwe te bestellen. En ik stond bij de verkoper en was wat aan het praten. En dan dacht ik van, oh, die kap die staat ook altijd in de winter ook helemaal open. Omdat de leiding van die vijverfilter nogal dik is. Als ik nu op dit moment dan toch maar eens overga naar een dunne leiding. En zodoende heb ik, en je merkt het verschil, dat is de dunne en dat is de dikke. Je ziet, er is echt wel heel wat verschil. Maar, oops, dan wordt het puzzelen, kleven, om alles terug lekker strak in het bakje te krijgen. Maar we volgen dat op de voet, zo goed dat het kan. Ze hadden mij in de winkel gezegd dat enkel de stukken plastic op plastic goed moesten ontvet worden. Dat gaan we dan ook doen zoals zij het zeiden, met zeep. Want ja, waar moet je beginnen met zo'n klus? Dat is niet zo handig om daar een keuze in te maken. Maar ik dacht, als ik eerst de stukken doe die ik nat moet maken, dan kunnen die lekker drogen. En dan kan ik daarna in gang schieten. Het is niet makkelijk om een keuze te maken van waar begin ik. Ga ik eerst het deel doen dat in het aquarium hangt, ga ik het deel doen dat uit het aquarium is. Allemaal keuzes. Ja, je weet niet waar dat je moet beginnen, maar mij leek het meest logische momenteel om eerst even dit goed in te zeepen, nu goed te spoelen en laat dan alles maar lekker drogen. En dan kan het straks gelijmd worden. Want deze twee dingen moeten in elkaar gelijmd worden. Pop, potje erin. En daarom moest die lekker ontvet zijn, zodat de lijm daar goed op houdt. Dus bij deze taak geplaatst. Zo. En hier zijn we terug. Ja. Het is even binnen, want de camera staat tegenover mij. En ja, dat heb ik nog niet, zo heb ik nog niet gewerkt. In elk geval, de stukken die zijn ondertussen droog. En het is de bedoeling dat dit hier ingelijmd wordt. Mee naar hier. Oké. Okay. Dus dat dit eraan vastgelijmd wordt. Zullen we een keertje proberen? Het is voor mij de eerste keer. Dus we zullen zien wat het geeft. Oei, 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 oei.
is mijn eerste keer dat ik het doe. Oh, het stinkt. Ik had gelezen dat het met de buisrichting mee moest ingelijmd worden. En sorry dat niet alles helemaal in beeld gebeurt. Dus alle kanten worden goed ingelijmd. En dan kan dat erin. Oei, dus stevig aandrukken. En er zit een lijntje lijm, maar dat kan geen kwaad. Ook hier. Maar dat ga ik wel eerst even van mijn vingers afspoelen en ik hoop dat het er makkelijk afgaat. En het tweede stuk. Ik zie dat ik hier al gesmodderd heb. Ja, ook dat gaan we insmeren. En zoals ik daarnet zei, met de leiding richting mee. En dat mag een mooie laag zijn, maar dat moet niet overdreven zijn. Ik ga eens even het stuk bij mij nemen om te kijken dat ik overal geweest ben. Ja. Dan doen we ook dit stuk nog. En ook in de richting mee. Even hier vasthouden. Sorry dat ik af en toe uit beeld ga, maar dat werkt nu eenmaal handiger. Zo. En ook dat duwen we er netjes in. Zo. Even kijken langs de binnenkant. Dat ziet mooi. Er zit wel een klein beetje. Maar dat is niet overdreven. Ik kan proberen van zo. Misschien dat wel proberder is. En aan deze kant vegen we ook af. Deze keer niet met onze vinger. En dat kan netjes drogen. Eerste deel is gebeurt. Beide kunnen nu drogen. Hier komt dan een stuk darm aan. Dit wordt in dat gat dan weer gelijmd en dit wordt op de filter gewezen. Dat komt op de filterkop, op die zwarte bocht op de filter zelf. En dit gaat dan naar het aquarium. Zo. Eerste stuk is gelijmd. We kunnen weer verder. Ik ga dit even aan de kant zetten. Dit is het stuk dat gaat verder naar de aquarium. En dit komt later hierop. Zodanig dat op de filter geschroefd kan worden. En dat we daar dan de leiding kunnen loskoppelen zodanig dat niet gans het stuk eruit moet. Lijmen. Ik heb het afgetekend zodanig dat ik weet hoe ver ik de lijm moet smeren. En hier gaan we weer. Ook weer met de richting
van. De leiding mee. Deze is iets moeilijker. Ja, sorry dat ik even uit beeld ben, maar deze kan ik wel proberen hier te lijmen. En ik veronderstel dat het nu wel in beeld is. En ik ben rond. Dan gaan we deze. Stinkt. Hier op. Dan moesten we even vasthouden. 50 seconden. Nu ga ik wel proberen van deze er even af te. Ah, dat gaat niet. Ja, dan blijft hem al zitten. Even controleren. Deze is nog niet. Dus die is zo draaien. Nog een keertje proberen. Kom er gewoon. Ja, jawel. Yes. Ah, en dan kan je weer vol. Zo. Dan kan die hier lekker drogen. En dan moet ik zien dat ik het aan dezelfde kant lijm. Ook hier weer erin. Goed rond. En proberen niet te veel erover. Het is een iets dikkere lijm, maar dat was makkelijker dan de vloeibare, omdat de supervloeibare al wel eens durft eraf te druipen voordat je aan het te kleven stuk bent. Zo, ik denk dat ik ook weer volledig rond ben. En dan kan die hier in. Zo, even aandrukken en los schroeven zodanig dat het hier niet aan vastkleeft. Voilà, en ook dat kan weer drogen. Ik ga terug even de film onderbreken. Zodanig dat ik kan verder uitrekenen wat de volgende stap is. We kunnen verder met de volgende stap. En dat is deze. Dat stuk is voorop die bocht van de potfilter. Of het drukvat eigenlijk. Deze komt hierin. Zodanig dat dat één stuk wordt. En die kan dan weer losgevezen worden indien nodig. Want dit draait moeilijk. Als je dit eraf moet vijzen, je ziet dan zou de darm meedraaien. Maar dat niet handig is, vandaar dit stuk. Dat kan wel makkelijk losgevezen worden. En daar hebben we dan een stuk lengte genomen, zodanig dat het ook nog in een emmer kan. Ik heb geprobeerd van er wat over na te denken, of voor te denken, zoals je maar wilt noemen. We gaan de lijm erin wrijven, maar ik ga. Wanneer dat was er straks? Oh, dat gaat niet meer. Ik wou zeggen, ik haal dat stukje eraf, maar ik heb het stuk er al ingelijmd natuurlijk. Dus we gaan hier aan de binnenkant wat lijm wrijven. En dat loopt er netjes uit. Ja. Ah, dat is niet zo erg. Dat komt toch in de kast te zitten. Buiten de mensen die de film hebben gezien, gaan er niet veel weten waar dat er is misgelopen. Misgelopen is dan ook nog zwaar uitgedrukt. Hoi, jullie zien niet wat ik aan het doen was. Ik heb hier ook weer een markering aangebracht hoe ver dat de leiding in
de houder komt of in het stuk. Hier gaat hij erin en actie, voilà. Even goed aangedrukt houden, een vijftal seconden en die 5, 4, 3, 2, 1 voorbij. Ik kan het ook weer lekker drogen. Ik ga hem neerleggen. Dan pakken we de volgende. Smost, de 5 hebben we hier ook. Zo, en ook weer eerst de binnenkant. Moeilijker in te wrijven, omdat dat allemaal al vast zit. Maar het is gelukt, zonder mijn handen tot hiertoe vast te lijmen. De binnenkant heeft zijn portie lijm. Nu het buisje. Vanaan het streepje zo naar beneden. Ook weer darm mee. Je duwt de darm zo erop, dus het is darmrichting mee. Als je zo doet, dan zou de lijm te hard stroeven. Zo. Die duwen we er dan weer in. Yep. En 5, 4, 3, 2, 1. En drogen. En nu is het tijd voor een pauze. En die heb ik verdiend, want het is toch wel een puzzel die ik niet gewend ben. Tot later, dit kan lekker drogen. En dan gaan we straks de rest in elkaar puzzelen. Doei! Even gepauzeerd en we kunnen verder. Ondertussen weer een stukje afgemeten. Moet een stukje in het pijpje, een stukje voor over het glas en dan komt zo hier een stuk in het aquarium en een stuk naar de filter. In het aquarium, dat zal de aanzuiging zijn, want de afzuig, het terugvoeren, dat komt dan zo en die gaat recht omhoog het aquarium in. Die gaan niet naar beneden. Dus dat moeten we strak. Dat moet ik strak even bekijken. Dus ik ga hier maar één kant van verlijmen en hier twee. Ik ga misschien wel deze gebruiken om aan te drukken. Dat is altijd iets makkelijker. Ik zal met die beginnen. Dus ook maar één kantje. Ook weer wrijven in de richting van de leiding. Dus zo met de leiding mee. Een klein beetje lijm bijpakken. En dan even kijken welke kant is erin gesmeerd. Deze kant. En 5, 4, 3, 2, 1. En dat zou moeten zitten. Deze haal ik eraf. Ja, en uiteraard. Lijm aan de handen.
Ik denk dat dat bij dit karwei ook niet te vermijden is. Je zit sowieso met ik ben het kwijt. Ja. Ja, dat je dus eigenlijk geen handschoenen kan gebruiken, want dat het toch wel heel moeilijk is om dan ermee te werken. Zo, die is ingevreven. En dan het pijpje zelf. Ik doe altijd zowel de kant van de plastic als de kant van de leiding. Zo is het mij ook gezegd. Voilà. Met de draad mee. En dan kan het er netjes in. 5, 4, 3, 2, 1. Jep. Hoe hoe. Lijm hier aan de binnenkant. En lijm op de leiding. Zo. En dan die kant was het. Ik dacht dat de andere kant was. Niet dus. Zo. En die zit vast. Mijn hand zit ook vast. Zo, ook dit stukje is gedaan. Uiteraard weer wat lijm aan de handen. Even het potje dicht. Deze kan ik pas lijmen als ik weet in welke graad dat die erop moet. Deze was een rechte, want die gaan allebei langs het glas naar beneden. Deze gaat eentje naar beneden en eentje horizontaal. Ik moet alleen zien of dat het volledig horizontaal is of een stukje schuinweg. In elk geval, dit was het voor dit deeltje. En dan komen we straks terug als we het volgende erbij hebben. En zo komen we dichter en dichter bij een volledige set. Tot later. En hier zijn we terug. Nu gaan we deze aansluiten. Dat is een darm die gaat van in het aquarium naar de pomp. Of althans, dit stuk komt zo. Deze gaat naar de pomp, naar de filter. En deze gaat naar het pompje dat in het aquarium staat. Die wordt dadelijk hier onderaan nog vastgemaakt. En nu ga ik eerst deze even lijmen. En terug zoals de vorige keren. Van binnen naar buiten. Oeps. Zodanig dat we weer met de leiding mee wrijven. Deze is goed binnen en buiten gewreven blijkbaar. Dan, dat had ik daar niet mogen vastnemen. Hebben jullie niet gezien, dat was net buiten beeld. Oh, dat piekt. Net die, ik had die hier vast. Geen goed idee. Maar nu ga ik wel nog even dit insmeren met wat lijm en ook weer in de richting dat het, dat het erop geduwd wordt.
deze gaat hierin. Deze is droger, ja. Eén, twee, drie, vier, vijf. Zo. En dit komt op de andere kant. Eerst het hoedje. En die komt dan zo er terug over met deze. En die komt dan op de filter geschroefd. Zodat je dat stuk kan loskoppelen, moest het nodig zijn. Zo. Ook hier weer. Moet ik even nadenken. Ja, de binnenkant. Het grootste deel van de lijm wrijven we van de borstel. We zijn nog helemaal vol. En dan de binnenkant. En de leiding, darmleiding, het is maar hoe je het wilt noemen. Als het er maar op zit. Oeps. Zo. 1. 2, 3, 4, 5. Zo. Netjes. Even laten drogen. En dan kan dat op het filtergedeelte. Dus deze wordt op de filter geschroefd. En deze gaat naar het filter. Stuk. Dus deze buis hangt in het water. En die hier aankomt, die blijft achter het aquarium hangen. Zo. Nu de volgende uitpuzzelen. En dan zijn we er uiteraard weer terug. En terug. Nu gaan we dit nog even verlijmen. Als dit gelijmd is, dan is het nog enkel dit bochtje. Dit is het stuk in het aquarium, maar dit bochtje naar de buitenkant. En dan de twee grote stukken die leiden naar het filtervat, zal ik maar zeggen. Het drukvat. Zo. Wederom de binnenkant goed invrijven. Richting naar buiten. En ook de darm wrijven we goed in. Oh, jullie kunnen het net niet zien. Nu wel. Nog een keer. Dat hebben jullie toch gezien. Zo. Deze dicht. Even zien dat de schuine kant goed zit. En die moet dan zo. 1, 2, 3, 4, 5. En de schuine kant ziet zo goed als goed. Oké dan. Zo. Deze gaat terug even dicht. Nog het laatste stukje puzzelen en dan zijn het nog de twee grote stukken. Dus nog even en dan is het, ja, eerst moet alles nog goed drogen. Dus nu is het
droog, maar het moet nog inharden. En dan kan alles aangesloten worden, de visbak in en kijken of dat er de lekken zijn. Hopen van niet natuurlijk, want anders kan ik terug alles losmaken. Maar komt goed. Nog één stukje voor van in het aquarium naar de buitenkant van het aquarium te gaan. En dan zijn we zo goed als klaar. Tot zo. Zo, ondertussen hebben we ook uitgedokterd hoe we het laatste stukje moeten hangen. Dus kunnen we ook dit pijpje even wat lijm aan. Ook aan de leiding een beetje lijm. Zo. En dan moet ik even kijken dat ik het juist hou. Dat is zo. Dan moet deze er zo in. 1, 2, 3. Ah. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo. Even potje te goed dicht. En nu moet ik de grote stukken afmeten, zodanig dat ik zowel van de uitvoer als van de invoer naar het filtervat kan. Tot later. Ja, we kunnen weer verder. Even mes opzij. Pijpje erbij. Darm erbij. Deze komt hier nog in. Zodanig dat de grote slang kan aangesloten worden op de filter, op het stuk dat de filter het water terug naar het aquarium brengt. Dus deze gaan we hier binnenin weer lijm aansmeren. Dat vind ik het moeilijkste, omdat je dat eigenlijk niet echt ziet. Zo'n klein beetje op de tas, niet te ver naar achter, want anders kan het zijn dat je het gat eigenlijk dicht maakt. En de leiding ook even een beetje lijm bij. En met de richting mee. Zo hebben we het geleerd. Goed, erin. En dan weer 5, 4, 3, 2, 1. En dat is hem. Zo. Dan gaan we nog even de andere nemen. En dan kan ik die ook nog lijmen. Even een kleine pauze. Great.
En we zijn al terug. Hoi. Even losmaken. Lijm. Hier erin. En de darm die viel. Lijm op het einde van de darm. En ik denk dat ik weer ver. Oh. Je zegt me zelfs niet bezig. Nog een laagje dan. Dan hebben we het zeker allemaal gehad. Zo, ik denk dat ik een beetje ver ben gegaan. Deze erop. 1, 2, 3, 4, 5. En die mag erover. De lijm dicht. Moet ik nog wat lijmen? Ja. De leidingen aan het pijpje voor aan het aquarium vast te maken. Dat ga ik even uitdokteren, want ik denk dat ik dat ook gelijk kan doen. Tot zo. En het volgende gedeelte hebben we hier ook. Er is een stuk van die koppeling die los kan gemaakt worden op het pijpje naar de filter. Dus die doen we. We doen de buitenkant van de leiding. Kunnen jullie het zien? Of ja, ik denk ondertussen wel. Plus dat jullie ondertussen ook wel weten hoe dat het moet. Of althans, ik hoop dat ik het juiste aan het doen ben. Ze hebben het me zo uitgelegd. En meer kan je dan niet doen, hè? Deze duwen we erin. Helemaal tot van onder. 1, 2, 3. 4 en 5. En oei. Dan moet je voorop letten dat het gat niet dicht is. Dus die moeten we even zo openmaken. En dan jammer genoeg, pik het weer aan de vingers. Zo. Nu nog eentje en dan hebben we alles gehad. Maar dan moet ik nog even erbij nemen. En het laatste om te lijmen. Dat is hier de binnenkant. Zo. En hier de buitenkant. Ondertussen weet ik dat het ongeveer een 2-3 ribbels is. Dat het erin past. Zo. En dan duwen we die erin. 1. 2, 3, 4, 5 en dat moet dan zeker genoeg zijn. Onderkant weer even controleren, net zoals daarnet. Voilà. En sapiek, want ik heb hier een wondje en dat is nu dicht gelijmd. Zo, potje dicht.
Moest ik dat nog nodig hebben, kan ik er altijd op beroepen. En nu is het even laten drogen. En dan kan ik alles in elkaar schroeven wat er nog te schroeven valt. En dan kan getest worden. Maar dat is voor binnen 2 dagen. Groetjes!